Nu het volop zomer is en het seizoen aan de aardbeien, gaan we met die vruchten natuurlijk een dessert maken. En mijn idee voor vandaag is om een keer een bevroren aardbeientaart te maken, afgesmaakt met mascarpone en een krokante bodem van notenmengeling. We gaan die lichtjes kleuren. En ik heb daarvoor een mengeling gebruikt. We hebben zonnebloempitten, hazelnoten, amandelen. Alles wat je thuis in de keuken kan vinden van noten, kan je gebruiken. Je moet er wel voor oppassen dat je geen gezouten mengeling gebruikt, want we gaan voor een zoet dessert. Zo. Je ziet, onze pan is goed heet, rookt goed. En af en toe hoor je ook de nootjes knetteren en steken als ze mooi aan het kleuren zijn. Gewoon voor oppassen dat ze niet verbranden. Zo, onze geroosterde nootjes zijn afgekoeld. We gaan die nu fijn malen. Tot een crumble. Onze dadels gaan we voorlopig al een klein stukje snijden. We gaan er een beetje honing aan toevoegen. Zo, en nu gaan we onze vetstof toevoegen. Dat is kokosolie. Dat is een keer een vervanging van een andere klassieke vetstof, boter. Kokosolie heeft als voordeel dat het heel gezond is. Dat is eigenlijk een natuurlijke vetverbrander. Dat is fijn gehakt. Wat gaan we nu doen? We gaan onze bodem van onze vorm vullen met die mengeling. We gaan dat mooi uitstrijken zodat we dat gelijkmatig kunnen verdelen. We gaan dat een beetje aanduwen. We gaan zien dat dat een mooie gelijkmatig verdeeld is. Zo, onze bodem is gereed. We gaan ons nu bezighouden met de mascarpone en daarbij. We gaan een klein beetje limoensap toevoegen aan de aardbeien. We gaan dan eventjes heel kort mixen dat we een soort van puree krijgen. En we gaan nu onze mascarpone eronder mengen. De combinatie van mascarpone en aardbeien is zeer lekker. Ik wil mijn aardbeien zo'n beetje een zoet-zure smaak hebben. En dan een smeuïge, zachte, fluwele structuur van je mascarpone erbij. Hier een heel schoon geheel. Zo, we nemen onze gevulde taartbodem en we gaan daar onze mengelingen gieten. Zo, onze aardbeientaart is gereed en we gaan die laten opstijven in de diepvries. Een uur en een half à twee uur. Intussen gaan wij onze aardbeidjes al snijden. Gewoon kwartjes. Gaan ze uit in die vries halen. Zoals ze, dat is onze bevroren aardbeientaart. We gaan die nu een beetje afwerken met aardbeien en dan demoleren. Afgewerkt. Nu gaan we die ontvormen. Voilà, dit is een echte fantastische aardbeientaart, bevroren. Echt een lekkernij voor in de zomer. Iedereen gaat ervan smullen, want dat is zo goed van smaak. Ik zou zeggen, laat je mannetje goed gaan.